50% van ons publiek komt via scholen bij ons in de zalen of in workshops. En het klassenpubliek is per definitie divers. Doordat we dan zagen dat dat publiek zo divers binnenkwam, dat we ook zagen dat onze onthaalmedewerkers, bijvoorbeeld onze supposten, niet divers waren en dat dat niet kon. Je kunt die twee niet matchen. Je kunt niet zeggen welkom in ons open paleis. Hier is niemand zoals jullie. Onze supposten, dat dat nu een superdiverse groep is, helpt. Want je ziet dat kinderen zichzelf herkennen. In de jongens die er ook tussen lopen. Zelfs in lengtes en in breedtes, maar ook in achtergronden. Die mensen hebben in een taal ook die ons supposten spreken. Ik weet niet of iedereen zich letterlijk gaat herkennen in onze supposterploeg, maar ik denk wel dat je herkent dat je de diversiteit van je eigen klasgroep ook in die supposterploeg ziet. En ik denk dat je dus die context herkent. Ons publiek weegt op de noodzaak om onze organisatie divers te maken. En misschien werken de klasgroepen wel eerder met ons dan wij met hen.